Na vele jaren van leegstand is onlangs het laatste deel van het fabriekspand van Houtfabriek van Hout aan de Wanrooiseweg in Mil gesloopt. Wij namen nog even een kijkje in het bijzondere interieur van de kantoren en kantine. Met grof geschut is het historische pand met de grond gelijk gemaakt om ruimte te maken voor 8 woningen, ideaal voor starters en jonge gezinnen. De monumentale schoorsteen, in Mil bekend als de Toet van Van Hout, is een stille getuige van deze geschiedenis.